Ik wil gelijk beginnen bij de penalty voor Sparta. Omschrijf dat moment eens. Het moment heb ik niet helemaal goed kunnen zien natuurlijk. Ik zag Django op de grond liggen. Ik denk overtreding tegen Django Warmerdam. Dus ik wil hem eigenlijk al nemen. En ik had hem al genomen. En hij zei, wacht even. Ik denk, nou, misschien heb ik hem verkeerd gelegd. En hij zei, moment, even kijken. En penalty, ik heb het niet kunnen waarnemen. Dus ik ga ook niet een oordeel geven of het wel of geen penalty was. Maar uiteindelijk ging hij er gelukkig niet in. En dat is het belangrijkste. Nou ja, want jij stopt die bal. Op het moment dat je daar staat, wat gebeurt er dan? Normaal probeer je huiswerk te doen. Ik moet zeggen, Sparta hebben dit seizoen nog geen penalties gehad of wij hebben ons werk niet goed gedaan. Dus op dat moment moet je gaan improviseren en gaan kijken van wat zeg je gevoel? En dat heb ik gedaan en dit keer zat mijn gevoel goed. En dan is het ook geen garantie dat je hem pakt natuurlijk, maar ik kon hem gewoon klemmen dus. Geef wel even een enorme kick denk ik. Ja, zeker. Als je de mensen achter je hoort, uiteindelijk zie je 5 spelers op je afrennen. Dan ben je nog bang dat je die bal nog loslaat en dat ze je met bal al in doel meenemen. Dus inderdaad, maar dat geeft je wel een adrenaline kick, ja. En die konden jullie op dat moment wel even gebruiken, want met name de eerste helft, laat ik gewoon eerlijk zijn, dat was niet leuk om naar te kijken. Klopt, en ik merk ook dat daarna het publiek helemaal opleefde en dan zie je dat er in de laatste minuten nog gekke dingen kunnen gebeuren. En dan winnen we ook nog, ja, dat is helemaal fantastisch, want het zag eruit dat het gewoon 0-0 zou worden. Ja, Sierhuis is dan zeg maar de man die de 1-0 maakt en dan nog een 2-0 uit de strafschop. Dan afloop, dan win je met 2-0. Dan heb je dan ook wel het gevoel van, ik heb een belangrijke bijdrage geleverd? Ja, dat heb ik wel. Ja. Op een gegeven moment waren we even de controle kwijt. Nou, in het begin de eerste helft al, in 2 minuten al een kans voor hun. En die kon ik pakken. Nou, dan zit je er lekker in. En dan krijg je een penalty en nog een ander moment, geloof ik, voor de goal. En dan weet je dat je belangrijk kan zijn voor het team. Dat is altijd lekker. En voor de 5e keer de 0 al dit seizoen? Ja, 10 wedstrijden volgens mij. Hè. Dus dat zou betekenen als we dit doortrekken dat we de helft van de competitiewedstrijden 17 keer de 0 houden. Nee, maar, dat zou een mooi aantal zijn. Dat zou wel fantastisch zijn, maar we zullen ervoor gaan, maar het zal lastig worden om dat vast te houden.